Goeiedag, het is grijs buiten. Op veel plaatsen ook van tijd tot tijd regen. Zacht, hoge temperaturen. En ja, de komende dagen komt daar weinig verandering in. Dus het beeld met kerst, ik denk dat dat toch aardig op dit plaatje gaat lijken. Een groene kerst, de kans op een witte kerst, ja, die is vrijwel nihil. Want er is nauwelijks winterweer in de weerkaarten te bespeuren in onze omgeving. Ja, een regenachtige dag weer vandaag. Flink wat regen hoor in het oosten en zuiden van het land. Wat opvalt, het noordwesten en westen van het land. Daar is het wel overwegend droog. En die verdeling die blijft voorlopig nog wel eventjes. Want als ik het weermodel aanzet en dan pakken we de kaart op dinsdagavond. Dan zien we ook hier dat het noordwesten van het land droog weer heeft. En het zuiden en het oosten, daar valt dan die regen. Dat gaat voorlopig nog wel eventjes door. Ook vannacht in het oosten regen. Geleidelijk kan worden droger morgen overdag. Een groot deel van de dag droog. Later op de dag vanuit het westen alweer de volgende storing. En morgen, ja, dan kan misschien eventjes de zon hier en daar gaan doorbreken. De dagen erna ook nog steeds het wisselvallige weer. U ziet het achter mij doorschuiven allemaal. Dit is donderdag, dan ligt er alweer een nieuwe regenzone klaar. En ook vrijdag en in het weekeinde moeten we rekening mee houden dat er van tijd tot tijd nattigheid gaat vallen. In het noordwesten van het land vanavond en vannacht misschien ook nog wel wat opklaringen. En daar is een mistkans. Hier kunnen we dat mooi zien. Die oranje en rode tinten, dat geeft het zicht aan. Nou, weermodellen berekenen zo rond het IJsselmeer en met name ook in de kop van Nederland dat daar toch wel wat mistige omstandigheden kunnen ontstaan. Dat is eventjes goed in de gaten houden als u vanavond daar de weg op moet. Elders in het land, ja, eerst natuurlijk die regen en later dan wel droger weer. Misschien dat het wat nevelig gaat worden. Dichte mist wordt in ieder geval elders in het land niet verwacht. Wij pakken de kaart erbij. Dan zien we ook de mistsymbolen in het noorden en noordwesten bij temperaturen van zo'n 6, 7 graden. Elders in het land veel bewolking, 7 of 8 graden vannacht, hoge minima. Met in eerste instantie dus ook nog die regen die in het oosten en zuidoosten valt. Aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, dan zal het daar ook wel droog gaan worden. Dat is in ieder geval de planning. En morgen overdag, nou, dan hebben we veel bewolking. In het noorden en noordwesten hou ik echt rekening met lang grijs weer. Er staan vrij veel zonnetjes op de kaart. Die zal misschien ook best wel eventjes doorbreken. Maar ga er maar vanuit dat bewolking toch een groot deel van de dag gaat overheersen. En later in de middag komt vanuit het westen dus die nieuwe bewolking opzetten. En krijgen we te maken met de nieuwe neerslagzone die vooral in de avond over gaat trekken. Hoge temperaturen, 8 tot 10 graden gaat het worden. En de dagen erna, nauwelijks verandering. Het blijft zo zacht met die 10 graden. En elke dag is er wel kans op neerslag. En voor de zon is er niet al te veel ruimte. En als we dan ook nog even naar de kerstdagen kijken, dan zien we dat ook er dan weinig gaat veranderen. Nog een fijne dag.